De aanleiding voor deze tentoonstelling is dat binnen designer een ontwikkeling is dat men meer geïnteresseerd is in het maken van autonome objecten. Dat noem je design art. Als je vanuit de beeldende kunst kijkt, zie je dat er altijd kunstenaars zijn geweest die geïnteresseerd zijn in het functionele object. Die ineens een sculptuur gaan maken als een tafel. En deze tentoonstelling maakt eigenlijk een ontmoeting tussen de designwereld en de kunstwereld. In een museum als Boijmans, waar je beide disciplines hebt. In dit gebouw, met deze collectie, is het eigenlijk heel erg logisch om deze ontmoeting te organiseren. Ja. Uiteindelijk hebben we 7 dilemma's, thema's gedefinieerd. En dat zijn massa, ordening, stijl, vorm, tabula rasa, object en schaal. En dat zijn eigenlijk allemaal criteria of dilemma's waar je als maker mee te maken krijgt op het moment dat je iets gaat creëren. Die 7 vraagstukken die worden belicht in 7 scènes. En die 7 scènes zijn te zien in 7 ruimtes van het museum, achtereenvolgens. Een grote scène waarmee de presentatie opent is schaal. Schaal als in vergroten, verkleinen, maar ook schaal als een perspectief op de dingen. Wat je ziet bij de tafel van Hella Jongerius, de frog table, doordat zij de schaal enorm vergroot van een onderwerp wat zij belangrijk vindt, het geven van een persoonlijk handschrift door decoraties te gebruiken, door dat heel erg uit te vergroten, wordt het zo belangrijk dat het object zelf verdwijnt en de kikker het over gaat nemen. Je ziet hem ook letterlijk uit zijn rol als decoratie stappen en hij schuift eigenlijk bij jou aan tafel. Als je dan kijkt naar het werk van Daan Golde, speelt hij daar ook mee? Speelt hij met een herkenbaar motief? Mm-hmm. En in dit geval bij deze 2 schilderijen met een motief wat verwijst naar fruit en naar bladeren. Dat is gewoon eigenlijk een decoratie. Maar juist door die verschaling, door het veel groter te maken, ga je iets anders zien. Ga je heel andere dingen zien. Heel veel dingen zijn gelijk in die schilderijen. De verf is gelijk, de kleur is gelijk, het motief is gelijk. En toch zijn ze heel verschillend. Massa is materiaal, maar het is ook het weghalen van materiaal. Ja. Welk materiaal voeg je toe? Wat haal je weg? Wat is materiaal eigenlijk? Ja, wat voor soort materiaal? Is het zwaar? Is het hol? En hoe verhoudt het zich tot de omgeving? Ja, ik denk dat je als kunstenaar of als schilder altijd een illusie schept waar je bewust van bent. Dus je gaat ook ruimte creëren in een schilderij, wat ook een soort massa in zich heeft. Dat je ziet dat er een diepte is. Maar als je kijkt naar iemand als Bram Bogaert, die neemt een schilderij, die gaat verf vermengen met een bepaalde massa. En daardoor krijg je letterlijk diepte. Krijg je letterlijk eigenlijk een soort relief. Bij de Scene des Chairs van Bert-Jan Pot is de constructie en de bekleding is 1 ding geworden. Voor die ontwerper zit namelijk in het maken van een stoel een probleem op het moment dat je een mooie constructie hebt en je gaat die bekleden, dat je dan iets toevoegt. En wat hij zocht is gewoon 1 eenheid, de constructie die zelf zacht wordt. En dat zie je bij deze stoel, die is door en door stevig en tegelijkertijd door en door zacht, doordat die direct op het frame is verfilmd. Maar het heeft als resultaat dat het is wat het is. Mm-hmm. Het is 1 massa geworden. Een van de dilemma's die we behandelen is stijl. Iets heel algemeens, maar je ziet bij vormgevers en kunstenaars dat ze stijl gaan nemen als een onderwerp. Dus wat betekent nou een bepaalde stijl? En wat betekent het als je verschillende stijlen hebt die geen hiërarchie hebben, maar die je naast elkaar plaatst? En 2 werken die we daarin laten zien zijn werken van James Rosenquist. Het was een kunstenaar die zich financieel gezien onderhield als reclameschilder, als iemand die billboards beschilderde. Ja. Dus heel erg die stijl kende en ook die verschillende stijlen kende. En op den duur die beelden mee is gaan nemen naar zijn eigen praktijk en daarmee is gaan combineren. De kast die je hier ziet staan, dat is een kast van Sozzas. Dat is een van de voorgangers van de Memphis designbeweging in Italië, eind jaren 70. Die ontwerpers die verzetten zich eigenlijk heel erg tegen de normen van dat moment dat alles modernistisch wordt ontworpen. En zij zoeken een soort vrijheid in vorm en stijl. En wat ze gaan doen is dat een kast ontdoen van de functionaliteit. Waarom moet een kast er altijd uitzien recht met plankjes? Kan een kast niet veel meer gewoon een expressief object zijn? Iets wat je mooi vindt om in je huis te zetten. En daarnaast gaan ze ook in het ontwerp heel erg experimenteren met combinaties. Dus niet meer functioneel, maar het is puur emotie.
En dan heb je natuurlijk de problematiek van de museale ruimte die voor design problematisch is, want het is geen alledaagse wereld. En voor eigenlijk de kunstenaar zijn atelier ook, want je trekt iets uit zijn context en het wordt verstild in zijn museale setting. Dus op een gegeven moment hadden we wel door welke objecten bij elkaar konden brengen, maar was het nog moeilijk om te zien van hoe doe je dat dan, zonder dat je het meteen stigmatiseert als dit is kunst of dit is design. En toen kwamen we eigenlijk tot het idee, als we nou gewoon de scène creëren als in een theater, je hebt gewoon een theatervloer en iedere zaal staat zo'nzelfde vloer, die is net anders gepositioneerd of net anders gematerialiseerd per zaal, per dilemma. Maar het is wel de drager van zo'n scène. Waar je misschien in een vrij reguliere collectiepresentatie veel meer uitgaat van het object, is het nu veel meer opgedacht vanuit het startpunt van de kunstenaar. Van passen daarom in deze combinaties. Ja.